Hallo allemaal en een hele fijne hallo allemaal. En welkom bij Verrassende Vincent op vrijdag. Fantastisch! En uh, vorige fantastische vrijdag had ik uh, jullie gevraagd: joh, wie van jullie verdient het om graag even in het zonnetje gezet te worden, of juist niet? En toen kreeg ik een berichtje van Robin de la Flobin. En die zei tegen mij: Ja, mijn wijf heeft niet onwijs veel zin dus, uh, om naar jouw show te komen in Nederland. Dus ja, dan kom ik ook niet. Maar die lul die had mij al een berichtje gestuurd: van Ja, 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 ik, kom, ik moet helemaal uit België komen. Dat is allemaal te ver voor mij. Dus jij projecteert je eigen tekortkomingen nu op je wijf. Als een of andere kutsmoes tegenover mij. Waarom jij niet naar mijn show komt? Weet je, als je je bek had gehouden, was ik er nooit over begonnen. Dus Robin, bij deze. Uh, zet ik jou in het zonnetje, ga er maar even staan, laat jezelf maar zien aan de wereld waar jij, uh, eigenlijk, waar jij eigenlijk de ogen uit je kop zou moeten schamen om jezelf een fan van mij te noemen. Maar wel leuk dat je een berichtje hebt gestuurd, hartstikke bedankt daarvoor. En speciaal ter ere van Robin ga ik weer twee kaartjes weg. Ja, twee kaartjes op deze fantastische vrijdagverrassing voor de show in Groningen. Zodat Robin er zeker niet heen komt. Want dat is helemaal een tyfus en draai. Tyfus en draai. Tyfus en draai. Hallo. Dus, met wie wil jij naar Groningen? Naar mij? Naar Groningen? Dus naar de show in Groningen van mij. Op uh, 2 juni, geloof ik. 7 juni. 7 juni in Groningen. Met wie? uit Groningen of in de buurt van Groningen of denk je bij jezelf teringleier we gaan gewoon een kanker aan het rijden om naar Vinzen te gaan. Maakt niet uit. 7 mei, 7 juni in Groningen met wie wil jij erheen? Plus de naam hieronder, tag hem lekker hieronder en uh, ja, dan ga ik twee van die fantastische kaartjes Verloten, hartstikke leuk voor de kerst. Dan kan je er mooi mee aankomen. Dan zeg je: hey, ik open op. ik heb twee kaartjes gewonnen van Vincent. Je zegt: yeah, leuk heb ik zin in. Nou, ik ben er klaar mee. En dit was Vincent's verrassende vrijdag. Fantastisch.